De ASO van deze week rijdt op de A28 bij Zwolle en denkt dat hij Max Verstappen is. In zijn Audi wil hij het snelst weg zijn bij het verkeerslicht. Maar na een snelle inhaalactie stuit hij op onze inzender. Maar de man heeft duidelijk geen zin om hierop te wachten en hij stuurt zijn auto over de vluchtstrook. Deze ASO-bestuurder heeft blijkbaar geld als water, want onnodig over de vluchtstrook rijden kan een boete opleveren van €420. Even verderop zien we hem weer de fout ingaan als hij over de doorgetrokken streep invoegt en de rode auto rechts inhaalt. Laten we hopen dat hij verder geen brokken heeft gemaakt, want binnen no time is de bestuurder uit het zicht verdwenen. Heeft u zelf iets gefilmd op de weg? Stuur de beelden door. En wie weet komen uw beelden de volgende keer in ASO van de Week.